Het gebrek aan informatie onder de winkeliers en ondernemers wordt veroorzaakt door de niet goede informatiestroom vanuit de regering. Dat zegt Gretel Wolfram, voorzitter van de Winkeliers en Ondernemersvereniging Suriname, WOVS, in reactie op ruis rond de invoering van de belasting toegevoegde waarde BTW. Er zal eerst goed gewerkt moeten worden aan het verschaffen van informatie, want alleen op die manier zullen de winkeliers en consumenten het snappen, stelt zij. Kijk, we wisten wel dat BTW sowieso een feit zou zijn. En het is nu een feit. Maar de voorlichting over BTW, en niet alleen naar de winkeliers, maar ook naar de consumenten toe, was slecht. Een half jaar terug, in de eerste en de laatste meeting, dat was met het ministerie van Financiën, toen was nog niet bekend hoeveel procent BTW er zou zijn. Ik heb het over het prima begin. Hadden wij dus ook voorstellen gedaan en hadden we ook gezegd, we hebben erop gehamerd van 1, de voorlichting gaat goed in orde moeten zijn. Je gaat vooraf voorlichting moeten geven. 2, we hebben ook gezegd dat je echt alle middelen in place moet hebben. Heb ik ook een aantal keren in interviews gezegd, verschillende nieuwskanalen, heb ik ook vaak aangehaald dat je de middelen in place moet hebben. De controleinstanties moeten helemaal een beetje voorbereid zijn erop. Maar ik hoef u de rest niet te vertellen wat er dus nu eigenlijk gaande is. Dus de winkeliers waren, ze wisten dat het zou komen, maar helemaal voorbereid niet. Er was een presentatie gehouden op 1 januari, de dag dat het al geïmplementeerd was. Maar daar kan je dan ook geen becommentariëring nog geven op de wet. Want de wet is dan alle feit. De voorzitter zegt dat het gemis van een goed controlesysteem leidt tot het misleiden van de samenleving. Er ontstaat nu een situatie waarbij bepaalde ondernemers gebruik maken van valse BTW-certificaten. En er is totaal geen controle daarop, meent Wolfram. Maar feitelijk moet je een certificaat of tenminste iets plakken, een plakkertje hebben bij de kassa om te zien dat je geregistreerd bent, dus zodat de consumenten kunnen zien. Maar wat merken we is dat iemand anders gewoon het nummer kopieert, dat blaadje gewoon kopieert, uitprint en bij de kassa zet, maar in werkelijkheid niet is geregistreerd bij Belastingdienst. Dus die controle moet er zijn. Als die controle er niet is, dan ga je deze dingen niet goed kunnen controleren. We hebben ook ervaren dat groothandelaren los van hun omzetbelasting ook BTW hebben ingerekend. En dat mag niet, want dat is het dubbel omzetbelasting, het dubbel belasting bedoel ik. Dus er is nog heel veel onduidelijkheden, ook niet alleen bij de winkelier, ook bij de groothandelaren. En alle plooien moeten glad gestreken worden. De WOVS-voorzitter benadrukt dat niet alleen de informatiestroom, maar ook het controlesysteem vanuit de regering in place moet zijn voor een goed verloop van de BTW-toepassing.